Nou, daar zijn we weer. We zijn weer politieagent geworden. Ik ga snel inloggen. Dus we gaan eens even kijken. Oké, let's go. En we pakken even onze Porsche Cayenne. Hey, man, oh. Hey, hallo. Oh. Hey, hallo. Hoi. Waar is het dan, joh, gek? Wat? Ah, nee. Hey, ga niet gek lopen doen, vriend. Oh ja, je hebt gelijk. Ik dacht... Hè? Oké, we pakken even die Porsche Cayenne Coupé Turbo GT die we natuurlijk ook in Future hebben, lekker uit de garage. En ik denk dat we op naar het HB moeten. Ik heb geen idee waar Erik op dit moment is. We moeten zometeen even contact met hem op gaan nemen. Maar we gaan eerst gewoon naar het nieuwe HB. Die heb ik al in een video laten zien. Maar er is dus een nieuw HB in Future sinds kort. Die is super groot. Moet volgens mij nog best wel veel gedaan worden, maar het is gewoon handig om te gebruiken. Een nieuw politiebureau. Hij zit in ieder geval op dezelfde plek als in TDA. Hij zit niet meer op die Weasel News plek waar die eerst zat. Hij zit namelijk nu echt gewoon op de TDA-plek, dus we gaan hier gewoon naar rechts. Oh. Oh, waarom nou niet ertussendoor? Dat meen je toch niet? Kijk, daar is het. Het is wel een groot betonblok. Er zitten weinig ramen in. Dus ik ben ook zeker benieuwd hoe de diensttijd hier gaat verlopen, jongens. Ik weet ook niet of je in een garage zit trouwens, inmiddels. Maar bedankt voor de mensen die trouwens abonneren. Kijk, jongens, als je abonneert, dan verstoor je gewoon mijn opname. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het even zeker. Nou, verstoren is een groot woord trouwens, maar je snapt wat ik bedoel. Ik heb geen idee waar ik mijn auto neer kan zetten. Want er zitten overal wel sloten op. Weet je wat? Ik ga Erik lekker bellen. Erik. Erik! Hallo, met het politiebureau van Future. Hallo, Erik, met het politiebureau van Future. Met Tony Niaas. Hallo. Hallo. Zegt u het eens? Ik zie jou al. Is dat zo? Denk ik. Oh, ik zie hier een meneer. Ik denk dat ik die ga helpen. Dat denk ik ook. Ja, die heeft geen telefoon vast. Nee, dus nee. Niet... Nee. Nee, dus... Erik. Ja, misschien moet jij hem wel helpen, ja. Hey, Tony Gain. Oh, ik bedoel... Hey, yo. Tony, Katon, Niatje, hier is alles. Plankton, hang op, want de stem is echt lelijk. Dat is hij al, maar zo, de telefoon is nog lelijker. Hoi, Erik. Oh, wat? Is mijn telefoon lelijk? Nee, niet alleen je telefoon, gewoon alles. Oké, okay, nou, dan houdt het op. Kijk, hij komt even omlopen. Hij doet deze deur van mij open. Let maar op. Mijn oude boek en mijn... Oh. Hey. Weet ik ben nu agent. Bali momenteel, man. Erik. Ik zoek hem zelf wel. Moet je doorheen? Ja! Dankjewel, dankjewel. Ik zoek hem, ik zoek Erik nu. Maar ik kan hem niet vinden. Hier rechts volgens mij, man. Tony, wat doe jij hier nou weer? Rechts. Hi! Deze? Oh, die. Oh, nee. In het toilet? Ik wil net zeggen, zit hij in het toilet? Dat hoef ik niet te zien. Ja, nee, nu niet. Vandaag niet. Ga je iemand gijzelen. En maar ben je wat een dolf. Nee, ja, ik ben in dienst, man. Waar is hij nou? Dit is stom. Ik hoor hem. Hij zegt, waar is die neus nou weer? Maar ik voel me niet aangesproken. Ja, daar is hij, denk ik. Ik weet het zeker. NPC! Hey, hè? Wat is dat? Kijk, dat frituren. Ja, jij. Hi. Sowieso niet eetbaar. Okay. Even kijken hoor, ik ben op zoek naar de trap. Ja, weet naar je het kantoor. Nog steeds niet? Wat slecht. Ja, jawel, kijk maar, we zijn er. Oh ja, maar met de lift moeten we naar 6, man. Of ook. Ja, wij gaan gezond doen, toch? Ja, zeer gezond. Dus, jij kan de lift niet nemen, dus ja. Oh ja. Kut, ja. Deze lift. Waar gaan we heen? Die doet het wel, je moet wel een lift verdieping. Zijn. Hè, waar ben ik? Waar is er? Erik? Wat, die liftetjes zijn heel raar. We zijn nu op het dak. Waar is de helipad eigenlijk? Ben je niet in een nergens helikopter pakken? Oh, hier ben je. Hallo. Oh, kut, is het verkeerde dak. Ja. Kijk, we moeten daar naartoe, naar die dingetje. Dat meen je niet. Ja. Ja. Kom maar, ik weet het wel. Deze open? Elke dag, hij komt hier elke dag. Ja, ik kom hier elke dag. Deze open? Ja, heel goed. Hé, hey, wat is dit nou weer? Hier ben ik nog niet oh, geweest. Oh, hij weet het ook echt. Wat? Ja, deze? Ja, je loopt gewoon naar de andere kant. Zo ja, mogelijk. Nee, ja, maar... Dat had ik niet hoor. Deze deur, ik kan niemand openen, de bal vind. Nee. Oh, Erik. Wat lief. Kijk, mijn vader die haalt even de vogelpoep van mijn auto. Kijk eens, wat lief. Helemaal perfect. Dan heb je de auto gewassen en na een dag poept weer een auto op je vogel. Hallo Erik. Wacht, Erik, heb jij... Oh, kijk, je hebt... Wat een toeval. Hoe kan dat nou? Ik vind je iets. Je hebt precies dezelfde stoel. Kijk. Zie je? Oh my god, nee, niet arme Pieter zijn vakantie, nee. Hè? Nee, toch, dat is zielig voor hem. Ja, dat is... Dat, hij is 12 jaar en hij zit bij het korps. Waren er niet minimale regels? En wat? Kijken of je bent geband. Wij zien linksboven terugschieten, steken op een persoon. 2000 years later. Maar je wilt blijkbaar weer terugkomen? Ja. Zo, nou dat klinkt ook niet heel erg enthousiast. Sorry, ik was op een appje aan het lezen. Ja, Erik, dat wil ik zo graag. Echt, niet normaal. Poeh. Ja. 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 Ja.
Nee, ik weet eigenlijk niet meer hoe het tot stand is gekomen. Ik ben eigenlijk alweer vergeten hoe de aanleiding hier naartoe ook weer was. Ja, je hebt toch gewoon zo'n terugkomstformulier ingevuld? Dat was toch? Oh ja, klopt. Ik was het alweer vergeten. Duurde een beetje lang voor ik reactie erop kreeg namelijk. Iedereen wil natuurlijk een plekje hebben bij de Daisy. Al die vervelende snotkinderen. Eerst zal je als surveillant zonder IPT weer moeten beginnen. Nou. Ah ja, kapitein. Je hebt ook ergens heel erg veel geluk volgens mij. Als jij zou worden aangenomen, er is zelfs een IPT training vanavond. Nee. Klopt, en ik geef er. Heb jij ook? Nou, ik ben erbij. Waarbij? Haarbij. Ja, leuk. Dankjewel. Weet je dat hij gewoon zo saai is van hem dat ik hem al lang zag aankomen? Ja. Oh ja? En hij lijkt zelf op een aardbei, dus dat is grappig. Ik heb alleen geen groene hoed op. Oh, over de hoed gesproken. Die mag ik nu wel op, toch? Tijdens de dienst inmiddels. Nee. Oh. Oh, nee, oké. Nog steeds niet. Oh, hey, Sammy Las. Ik kan hem ook niet openen. Hij doet die rukbunker van je. Ja, die is alleen voor mij. Ja, die rukbunker van je, man. En dan zegt Erik dat ik high class voel. Oh ja. Nee, die is alleen voor mij. Sammy Las. Yo, broski. Yo, ga ik vandaag niet naar de gevangenis, net zoals op 1 april? Oh, dat weet je nog, hè? Dat weet ik nog, tuurlijk. Ja, nee. Die grap... Erik is niet van dat soort grappen. Erik is heel serieus. Huh? Oh ja, zo serieus? Hij flikkert gewoon op de grond van de bank. Erik, sta eens even op, man. Ja, Erik. Oh, hij stond al. Sorry. Oh. Ik gaf een NPC naam. Wat collega is dit? Rabba. Emre. Oh, god. Ja, dat is die... Waarom loop je tegen een tafel aan? Ja, maar hij heeft er gisteren heel veel moeite voor gedaan om weer terug te komen. Ja. Maar hij was weer onderweg naar de uitgang. Ja, nee. Ja, ik vind het gewoon spijtig dat ik mijn nog steeds niet op mag. Maar goed, als ik terugkom in het dorp... Dat is professionaliteit. Dat is professioneel. Dat is juist professionele. Nee, die hoed absoluut niet, joh. Je kan er godverdomme nog net niet onder... Je kan er net onderdoor kijken misschien. Dat is onzin. Maar goed, ik ga er gewoon verandering in brengen, dus dat komt goed. Waar ga je verandering in brengen? Dat wel mag, komt goed. Nou, dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Dan moet ik weer even de burgemeester een telefoontje brengen. Ja, dat kan je doen. Oei, joh, is gewoon een dreigend met de... Oei, joh, hij wil gewoon zeggen dat je een kluis speelt. Oei, joh, hoorde je dat? Ik weet zeker dat hij uiteindelijk naar mij luistert, want anders ligt hij ook uit het korf. Is dat zo? Nou, volgens mij heb je ook naar de burgemeester moeten luisteren, want dan stond ik hier op dit moment niet. Oei, Die heeft jou een beetje geholpen. Ja, dan had je dat geluk, had jij. Ja, hij doet letterlijk deze nummer. Maar je bent nog steeds niet aangenomen, hè? Ik kan je ook gewoon niet aannemen. Dan kan je nog steeds PM'en naar een burgemeester totdat je in ons weet. Erik, dit is op zijn Turks. Hij doet zo met jou nu. Kijk, zo. Hij doet zo met jou nu. Ik snap wat je doet. Is dit Tom? Die had op zijn rank gezet. Dat is ook eerst ook een commissaris. Hij zegt, dit is mijn kantoor. Ik zeg, wat jouw kantoor? Ik heb hem eruit getrapt. Mijn kantoor. Daar staat hij wel op eerste overkomst. Nou, vandaag nog Erik. Ik heb zo meteen een training niet moeten halen, hè? Erik, hoor je wat hij zegt? Hij bedoelt nu dat je gewoon oud bent. Gewoon zo vandaag. Dat heb ik allemaal heel vaak gezegd. Toen ja, ik ook nog zelf. Gewoon... Dat dit de boomer is. Tony is een kleine speler. Er is niks in future. What the? Hoe heet dat, Tony? Hij heeft 1 auto en 1 miljoen op de bank. Wat? Moet geld op persoon maken. Nou, als ik het TDA zo zie, wel. Wat heeft dat ermee te maken? Wauw. Maar uiteindelijk moeten we wachten. Waarschijnlijk weer ze de vader of zo in zijn hoofd. Erik, jongen. Wat? Erik, ik hoop echt dat je de tijd wil nemen om naar me te luisteren. De politie en Daisy hebben jouw vaardigheden en ervaring echt nodig. Je bent een belangrijke... Waarom gaat dit over jou? Deze. Het gaat niet over jou, nee. Wat ben je nou allemaal aan het voorlezen? Hij heeft ergens een ChatGPT ergens iets met DSI en Erik gezet en dan krijgt hij een verhaal over mij. Excuses voor het misverstand. Als je Erik wil smeken om terug te komen bij de politie in DSI, kun je het volgende zeggen. Erik, ik weet dat ik in het verleden keuzes heb gemaakt die niet de beste waren en dat ik mijn verantwoordelijkheden heb verwaarloosd. Maar ik ben tot het besef gekomen dat mijn ware roeping ligt bij de politie. Ik heb geleerd van mijn fouten en ik ben vastbesloten om mijn fouten recht te zetten en meer waarde te geven aan het team. Ik besef dat ik hoeveel ik waardeer wat we samen hebben opgebouwd en hoezeer ik onze missies mis. Ik smeek je nog 1 kans teruggegeven om mij terug te laten komen. Dagu. Ik beloof dat ik alles zal geven en mijn uiterste best zal doen om het vertrouwen dat ik heb geschonden
te herstellen. Alsjeblieft, Erik, geloof in mij en laat me terugkomen zodat we weer kunnen werken aan het dienen van onze gemeenschap en het handhaven van de wet. Wie heeft dit naar jou gestuurd? Huh? Heeft dit naar jou gestuurd dat je dit moest zeggen? Niemand? Ik heb het zelf even in elkaar gezet. Ja, met ChatGPT of zo, maar... Ja, nogal, maar hij heeft het een beetje verkeerd, want hij doet net alsof ik iets fouts heb gedaan, maar ik heb helemaal niks fouts gedaan. Eigenlijk klonk het meer zo van, Erik, ik wil je dagoe zijn, neem me terug. Oh, ho, 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 daar is ook loggen. Erik, ik smeek je, kom op mijn knietjes weer terug. Sammy, hoor jij. Hoor je een riep, jongen. Erik, waarom heb je voice change aan? Praat even met je normale stem, man. Tony. Ja, we hadden nog geen hond voor de hondenbegeleiding, maar ja, we hebben hem nu gevonden. Oh. Tony, ik wil niet veel zeggen, maar hij zegt gewoon letterlijk dat je aan het blaffen bent tegen hem. Hey Tony, heb je Sammy gehoord? Zo! Eén gaat al de ene en de andere gaat in de andere. Ik hoop dat Erik zo meteen niet bij de IBT is, want dan zal een verdwaalde kogel door zijn hoofd gaan vliegen. Dat had je niet moeten zeggen, klaar. Ik heb gewoon shield. Kijk, ik weet je wat handig shield is aan dat shield? Maar waarom zit er een silencer op je pistool? Ja, omdat dat moet... Als je, dat omdat hij denk ik bij de DC zit, man. Ben jij staf? Ik heb staf geslagen. Nou, nu kan je het vergeten. Nou, Erik, chop chop. Wat, man? Ik denk dat ik hem daar gewoon uit de lucht laat vallen of zo. Oh ja, ben je dat nou? Nou, eens even kijken. Ja. Yeah. Wat is het nummertje van hem? Tony, die show. Ja. Ja, hij heeft die andere video ook al online gegooid. Lul. Ja, zie je? Ja. En hij leest gewoon de comments. En dan zie je dat hij gewoon tegenkomt. Wat is die Erik toch een vervelend mannetje? Ja, dat moet je met niemand. Blablabla. Ja, zie je die zonnebril niet van hem? Uit de jaren 80. Welke zonnebril? Ojo. Ojo. Maar fijn dat ik weer terug ben, jongens. Ik wens jullie nog allemaal een hele prettige dag. En het ding is dat wij hier niet uit kunnen, hè, zonder Erik. Maar ik zal je even de rollen geven op de Discord. Nee, daar wil ik eigenlijk niet in. Je hebt in ieder geval wel weer een verhaal met de terugkomst bij de politie. Dus wel weer een onvergetelijke ervaring. Nou, ik zal je even die rollen geven. Dan kun jij je eigen aanmelding als je mee wilt doen vanavond. Oh ja, ik zie nu helemaal niks meer. Maar ik zie jou ook niet. Dus dit is wel heel tof. Ik zie echt helemaal niks meer. Tony? Hè? Ik ga dat even oplossen voor jou, Tony. Je moet even getaserd worden, wacht. Nee hoor. Of ja, je moet een slash heel krijgen. Oh, feest. Wat moet die? Oh ja, heel leuk, Erik. Echt, iedereen ligt in de deuk. F8, quit. Hop. Volgens mij was ik echt net dood. Ik denk dat ik net iets te laat ben. Was ik niet op tijd? Ik dacht dat ik op tijd was, maar helaas. Helaas. Daar is die. Hallo, die game. Ontslagen in verband met activiteit. Helaas kon ik de keuze niet zelf niet maken, dus maak ik deze zelf voor jou. Heel veel succes in TNA in de toekomst. Ja, nou en dat was toch gewoon heel aardig voor mij. Het had veel slechter kunnen zijn. Verkeerde. Ben je serieus, Tony? Ben je serieus? Oh, ik ontwijk hem gewoon, hè? Ik wil net zeggen. Auw, oké, die niet. En Tony Gain, plus Surveillant, plus politie, plus noodhulp. Oh, kut mijn hoed. Nu is die hoed weg. Nee, dat is wel heel vervelend. Wacht, staan mij nog eens? Nog één keer, dan ben ik dood. Doe maar. Oh shit. Erik, hij is dood. Hé Erik, dit is wel heel raar. Ik kan niet in de landelijke eenheid chatten. Ja, omdat je geen landelijke eenheid bent, joh, pannenkoek. Ah, shit. Je moet op een B-klasse. Dat is snel genoeg voor jou, want anders rij je weer alle palen eruit en zo. Dat doe ik toch, hoe dan ook. Maakt niet uit, je gaat mijn driftskills weer zien, hoor. Ja. Trouwens, jij niet. Nee, niemand gaat het zien. Want ik ga het gewoon lekker voor mezelf houden, want dan kan niemand hem erop straffen. Nou, open. Nou, je mag ook gewoon wel vriendelijker, hoor. Dat zeg jij. Meneer, wat doet je op mijn kantoor? Nou. Dus Sammy? Nee. Oh. Ik ga het automatisch op slot. Maar ben je nou in dienst of niet? Nee. Als het goed is, kan je denk ik dat niet de elevator gebruiken. Nee, dat klopt. Weet je wat we ook niet kunnen? Succes met de trappie. Weet je wat kut is? Dat we niet... Waar moet ik heen, Erik? Waar moet ik heen? Welke verdieping? Niet welke verdieping je moet. Ik versta hem niet, want doet dit iemand door je met de sirene? Ik ben gewoon op 1 en dat ik hier moet wezen. Ik heb geen idee. Nieuwe HB is zo groot, dat is echt ongekend. Waar is hij nu dan? Hoi! Ja, ik ben het goed. Oh. Iedereen. Weet ik dat ik goed ben. Wat leuk dat je nog even goed benadrukt, man. Hier ken je eigen klokken. Oh ja. Waar is de kleine cirkel? Want ik wil mijn hoed op. Oh, gevonden. Dat is vrouwen. Dat interesseert me echt totaal niet, gewoon. En dan moet je naar niveau 1 met de lift. Hmm. Dat is een wapenkluis. Maar je hebt geen kleding aan nog, hè? Jawel. Hoi Erik! Ik heb kleding aan. Hey Stan! Fuck Erik! Hoi Stan! Kan je loadout meer meenemen, hè? Hoi Tony! Cafetaria. Woe! Een raam! Veel ramen! Nou, weinig dan. Kijk, wat leuk. Kan ik ook door dat raam heen?
Nee, dat kan niet. Wat doe jij dan weer? Heb je ook al ingeschreven bij de training? Nee. Ja, doe dat ook eventjes, dan weten ze dat je komt. Ja, maar wie zegt dat ik kom? Nou, als je niet komt, dan duurt het eventjes. Maar even kijken of ik het kan redden. Want... Je moet het er eventjes voor over hebben, één keer en dan ben maar, je er weer vanaf. Waarom duurt dat zo lang? Dat snap ik nog steeds niet. Omdat vuurwapentraining gewoon heel belangrijk is en goed moet zijn. Je weet dat dat goed zit. Waar moet ik heen? Waar ga je naartoe? Als je voor de vuurwapenshow, moet je naar verdieping 1. Mm-hmm. Oh, ja. Eetje. Oké. Okay. Hoi, ik snap helemaal niks. Even kijken, als het goed is, zit ergens een van deze deuren de garage. Hmm. Nou, nee, deze niet. Dat is hem niet. Dit is hem. Ja, kom. Dan loop je naar deze. Mm-hmm. En dan hier rechts ken je je loadout. Hmm. Moet nog betalen ook. Oh! Ik weet niet of dat je nog hebt. Oh! Je hebt nog, denk ik. Waar is mijn suppressor gebleven? Oh, je hebt ook nog dinges natuurlijk, de klok. Handen omhoog! Ja, mag je niet zomaar gebruiken hier een paar bij, hè? Professioneel blijven, Tony. Shit, zeg jij trouwens. Jeetje. Daisy uitrustingkluis. Ik kan er niet in, Erik. Erik, je hebt een fout gemaakt. Ik kan er niet Daisy, in. Daisy ga je voorlopig nog niet in, nee. Wat een ongeheim weer. Het slaat ook weer nergens op, hè? Hier een Walter. Kijk. Moet je ook 10 euro per kogel betalen? Dat is juist cheap kogels. Ik zal hem gelijk even laden. Kijk. Pats! Boom! Oh joh! Oh! Ik Erik een headshot geven. Je hebt, als het goed is met de Walter, heb je nu een beter puntje. Als je heeft gekeken. Is het zo? Ja. Oh. Nou, ik zal ze gelijk straks bewijzen in de training. Want eerst zag je dat helemaal. Zag je dat puntje bijna helemaal niet. Oh. Nee, dat klopt. En nu ja, maar dan moest je je schoenen uitdoen, hè. Als je met Jalisco zat, moest je gewoon je schoenen uitdoen. Dan zag je het puntje wel. Oké, Tony, krijg je zelf ook een PM van iemand, van iemand die wordt jouw mentor. Ja, dat is Nigel. Je hebt je PM al gekregen. Oh, Nigel. Nigel DiJuna van GSM. Oh, die is wel grappig. Nigel is een goede gast. Weet je wat ik met hem heb geleerd? De beenveeg. Ik denk dat je met hem wel op zich wel een goede hebt. Ja, dat weet ik zeker. Een beetje maar dan leer je nog eens wat, Tony. Dat heb je wel nodig. Auw. Ja. Kun jij nog eventjes jouw mail sturen? Ik zit als het goed is nog in het document, denk ik, of niet? Nee, als het goed is ben je ook al uitgehaald. Oh ja? Dat hebben jullie goed gedaan. Kan ik nog in de mails? Ik heb nooit geprobeerd. Als het goed is ook uitgehaald. Als het goed is, hè? Oh ja, wat vervelend. Voor jou, je bent dan de 3003. Een kutgetal, mag ik niet iets anders? Nee, de rest is vol. 187, mag dat? Nee. Jammer. Eén die hebben we niet en anders was je aspirant geweest. Oh, dankjewel Erik. Dankjewel. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Dankjewel. Eigenlijk had ik jou gewoon neer moeten steken in die overval, maar goed. Ja, dat wou de chat ook heel, heel graag. Sommigen waren het wel heel erg moordlustig. Als je dat had gedaan, was je niet weer terug, zeg maar. Volgende week kunnen we wel kijken voor een keer een dienstje, want volgende week ben ik toch in mijn hoofdstrijd. Alleen woensdags weg. Is goed, man. Over je wapenmelding. Ik ga iets te eten fixen. Spreek je nog, Tony? Is goed, dankjewel, Erik. Yo. Komt goed, hè? Altijd. Doei. Doei. Yo. Nou, daar gaan we weer, jongens. Vanavond dan IBT-training, denk ik, als ik het red. Ik heb niet zo heel veel zin daarin om dat opnieuw te doen. Puur omdat het ook best wel lang duurt. Maar goed, we gaan... het zal maar moeten. We gaan even kijken of we het gaan redden. Dus stay tuned. Bedankt voor het kijken. Klik snel op even deze twee video's. Die gaan zo meteen verdwijnen. En die moet je echt gezien hebben. Vergeet niet nog even te liken en te abonneren. En dan ga ik zeggen, zoals altijd, tot de volgende video. Live stream. Later, wezen. Ciao, ciao.